morning. Het is vandaag maandag, nieuwe week vlog. Enjoy. Nou, ik ben dus alweer thuis. Het is nu, even kijken, 18:48. Ik heb mijn chillkleren aangetrokken. Alleen deze trui ik vandaag ook aan. Alleen mijn joggingsbroek. Ondertussen ben ik aan het werk op mijn laptop. En vandaag is de allereerste vlog online gekomen. Er zijn best wel, ik krijg alleen maar leuke reacties erop, dat ik het vaker moet doen en dat soort dingetjes, dus dat ga ik doen. Ik heb trouwens mijn kamer nog helemaal niet laten zien, maar ik denk dat daar binnenkort wel een roomtour van is. Ik moet nog wel wat dingetjes gaan doen, gewoon gezelliger maken en zo, want dit is niet heel gezellig. En ja, jullie denken, wat is dat donkere gat hierachter? Dat is het logeerbed. Dus. Ja. Dus ik ga even mijn YouTube kanaal opzoeken. Want dan kan ik heel even de dingen laten zien. Ik heb 611 abonnees. Yeah. Daar ben ik super blij mee. En ondertussen ben ik gewoon een beetje op YouTube aan het grooven. Waaronder. Ik heb net de vlog gekeken van Cynthia. Van Beauty Gloss. En nog van alles. Dus ik heb echt honger. Dus ik ga naar beneden. Ik heb net per ongeluk deze hele reep opgegeten. Dus niet de hele reep hoor. Er zaten nog maar een paar stukjes in. Ik ga nog even naar beneden. En dan zie ik jullie zo weer. Of anders morgen weer. Het is nu dinsdag. En het is nu ongeveer een uurtje of 11. Ik ga slapen. Want ik ben echt kapot. Ik heb vandaag eigenlijk... heel weinig gedaan. Ik heb alleen stage gelopen. En ja, morgen komt er weer een nieuwe video online. Maar voor jullie is dat afgelopen woensdag geweest. Dus ik zie jullie morgen. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. En ik ben er al vroeg uit. Ik was er om 7:45 al wakker. Nee, dat lieg ik. Ik was om 6:30 al wakker. En toen ben ik tot 7:15 een beetje gaan spelen op mijn telefoon. En toen daarna ben ik weer in slaap gevallen. Wat ik vandaag ga doen is, ik ga zo meteen weg. Ik ga zo meteen naar de stad. Jumeirah ophalen, even naar de Jumbo en zo. Even een pakketje wegbrengen. Ik heb nog mijn pyjama shirt aan. Uit mijn nieuwe, of uit mijn eerste collectie. Dit staat er trouwens op de achterkant. Ik laat het even aan jullie zien. Dit. Ik weet niet of jullie het zagen, trouwens. Dus dat ga ik doen. Ik ga nu ontbijten. Beneden. En dat heb ik ook al klaar. Ik eet yoghurt met thee. En toen dacht ik, oh ja, kut, ik moet een vlog nog openen. Maar vandaag ga ik dus naar de opnames van It Takes Two. En ik neem jullie mee. Breakfast. Oké, okay, we staan dus nu in de H&M. Ik ben met Jumeirah. Ze heeft net een nieuwe jas gekocht, by the way. Yay! Echt super cute. En we lopen naar buiten. En het snelt gewoon. Oh, het is koud. Ja, en dan moet ik met mijn nieuwe jas gek. Dus we moeten nu naar de Jumbo. En de Jumbo zit daar. Oké, okay, we gaan rennen. Doei. Fucking jongens, we zijn op een mediapark. En het sneeuwt. Sneeuwt. Ja. Yeah. In Delft sneeuwde het ook al, maar nu sneeuwt het weer. Dus dat is... fucking kut. Hier waren trouwens de opnames van de hele keer van Battle on the Dance Floor. En Battle we gaan nu, on the Dance Floor! We gaan dus nu naar studio 22, want daar is It Takes Two. Yeah, buddy! Dit wordt een leuke vlog. Weet je wie dit trouwens meedoet aan It Takes Two? Rutger Vink, jij! Hey. En Danny Lowinski. Ken ik niet. Zitten we dadelijk in die studio helemaal versneeuwd. Kijk dit, nee! Kijk dit, heel mijn outfit is gesneden. Oh. En ik heb koude vink. Misschien zien ze. Nee, niet mij, sukkel. Oh. Wacht, ik wacht, wacht. Ik film even de voorkant. Kijk, jongens, we zitten helemaal onder de sneeuw. Kijk mijn jas. Ze heeft net een nieuwe jas. Hallo. En hoe ziet Ines eruit? Altijd, altijd beautiful. Altijd beautiful. Let it go. Let it go. Can't hold your back anymore. Doei. Ik heb
We zitten bij Intex 2. We zitten op de 1, 2, 3, 4, 5, 6e rij. En ondertussen is Mira hier ook foto's aan het maken. Yeah. En we hebben zo'n apparaatje gekregen. Zit ik alsnog niet in het midden, joh. Oh. We hebben zo'n apparaatje gekregen. Ik weet niet wat het inhoudt, maar het horen zo. Dus, let's go to the show. We zitten dus nu in de trein en jullie denken, wauw, waarom heb jij niet gevlogd bij It Takes Two? Ik heb wel gevlogd een stukje van het decor, maar ik mocht de optredens niet filmen. En daar baalde ik van, want het was zo ontzettend goed. Niet iedereen, nou, we zaten wel, we willen nu weer gaan binnenkort, omdat het zo fucking vet was. En het is nu 8:30. Hier staat bij welke omname we aanwezig zijn. Donderdag 25 februari, woensdag 2 maart en maandag. Ja, maandag. Ze wil gewoon twee keer gaan. Nee, kijken. Want ze zeggen dat de kaartjes eigenlijk op zijn. Dus oh, de kaartjes zijn op. Hoeveel mensen willen komen? En we hebben net, ik heb net een Kinder Bueno gehaald. En voor Jumira met haar mooie jas. Dat zeg je nou eigenlijk om elke keer als jij aan het vloggen bent, hè? Maar goed zo. Gefeliciteerd. En Ine zit hier nog steeds. Oh, dat is fijn. Ines die komt altijd met de awkwardste momenten in mijn vlog. Eerst, oh my god, er ligt sneeuw. Is er nog iets? Ja. Dat wil ik gewoon terugzien. Oh my god. In de weekvlog van afgelopen maandag. Take me to church. Oké, doei. Tot morgen. Nee, niet tot morgen. Ik film misschien thuis als ik nog thuis ben. Nee, ik film thuis. Ik film straks nog als ik thuis ben. Goed houden. Lekker kort. Ik ga trouwens, als ik thuis kom, gelijk Temptation Island terugkijken. Met my best friend. It's gonna be okay. Waarom moest je mijn shot verpesten? Sorry. Oké. Nou, ik ben dus inmiddels alweer thuis. Het is nu ongeveer 11:15. Ik was om 10:10 thuis. Dus ik heb best wel even wat dingetjes gedaan. Ik heb ondertussen mijn kleding gepast. Die ik vandaag heb binnengekregen. Met de post. Auw. En ik ga dus nu in bed liggen. En ik ga Temptation Island terugkijken. Want dat had ik nog niet gedaan. Ja, ik had het wel nog niet gedaan. Maar omdat ik in de opname zat van It Takes Two, heb ik het niet kunnen kijken. Omdat ik echt pas om 7:00 wegging. En we hadden echt heel veel gedoe met de rand, met de trein en whatever. Dus dat ga ik nu lekker doen. Ik heb ondertussen lekkere chocolate chip cookies. En net gekocht bij de Albert Heijn een Coca-Cola Light. Dus dat ga ik lekker opdrinken. Ik ga nog even Temptation kijken. Maar ik weet niet of ik dan nog verder ga vloggen vandaag. In ieder geval. Dus ja. Of jullie zien nog een beeld hierna. Of jullie zien het beeld morgen dat ik ga winkelen met mijn pa. Dus dat wordt super tof. Dus let's go to next beeld of tomorrow. Nou, het is vandaag vrijdag en het is nu ongeveer 8:30. Ik lig nog in bed. Ik word zo opgehaald door mijn vader. Want we gaan vandaag winkelen. Echt super chill. Ik wil fucking moe. Maar dat houdt me er niet van om nu al te gaan vloggen. Ik zie er echt niet uit. Echt niet. Ik heb mijn shirt aan die ik heb ontworpen. Oh my god. Mijn shirt zegt al genoeg. I'm so lazy today. Dus dat. Ik ga me even omkleden. En dan zie ik jullie zo weer. Ik denk niet dat ik heel veel ga filmen. Omdat ik mijn vader echt gelijk 2 maanden niet heb gezien. Dus ik wil even met hem genieten. Zeg maar gewoon. Maar misschien film ik wel kleine stukjes. En we gaan zo winkelen. Dus misschien maak ik wel een aparte shopblog. Want ik heb ook nog 2 dingetjes binnengekregen. Dus dus ik zie je zo weer. Oké, ik ben zo weer een tijdje thuis, het is nu 10:00. Wat ik ondertussen tijd heb gedaan, ik heb gegeten bij de IKEA, dat heb ik niet kunnen filmen.
omdat mijn batterij leeg was en mijn vader houdt daar ook niet zo van de camera. Dus daarom heb ik niet gevlogd. Ik wilde gewoon wat tijd doorbrengen met mijn vader, want ik heb het gewoon de laatste 2 maanden heb ik het mega druk gehad. En dit was gewoon het enige moment dat ik tijd had om met hem te chillen. Dus ja, dat wil ik liever niet echt op internet gooien. Het is wel iets van een deel van mijn leven, maar ja, het is niet echt wat je echt 1, 2, 3 aan de klok hangt en zo. Wat ik nu aan het doen ben, ik ben nu vlogs aan het kijken van Manon. En daarna ga ik nog wat andere vlogs kijken. Ja, dus dat laat ik jullie nu wel even zien. Ik ben dus nu deze vlog aan het kijken. Deze vlog heet Paspoort verloren of verlopen van Manon Teelstra. Echt lang geen Javaanse kip op. En de moeder van twee maakt die echt gewoon als de beste. Dus ik heb echt gesmuld. Dus dat ga ik verder kijken en dan zie ik jullie zo weer. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en we gaan vandaag naar Beverwijk toe. Superleuk! En Ik ben hier, denk ik. wat? Waar? Keuken. Oh ja, maar er zit geen prik meer op. Is niet lekker. Ik laat jullie nu met trouwens mijn outfit zien in de spiegel. Dit is wat ik aan heb. Dit jasje komt van de Pull & Bear. Mijn trui heb ik nieuw. Merry Everything and a Happy Whatever. Die komt van Mode Must-Haves. Mijn broek komt van de New Yorker. En mijn schoenen komen van de Adidas Store. Dus dit is mijn outfit voor vandaag. Yeah. We zijn in Beverwijk. Kijk, achter mij Beverwijk. Yeah. Het is super lekker warm. Daar. En ondertussen schijnt het zonnetje volop. Dus dat is super chill. Ja, we gaan naar Beverwijk. Hey, we zijn in Beverwijk. Oeh. Nou, ik ben dus thuis. Het is nu ongeveer. Oh, kijk op mijn klok maar. Het is nu 6 uur. Ik ben net terug en ik heb wat bij de Oriental gekocht. Dat staat. Oh, even kijken. Dat heb ik hierin zitten. Maar ik ga zo op mijn knieën, want ik heb mijn telefoon in de lader gegooid. Maar ik zit erover na te denken om een shoplog op te nemen, maar ook weer dus niet. Dus ik ga lekker de shoplog hier in deze vlog plakken. Dus ja, dit heb ik allemaal gekocht. Oké, ik zit heel even op mijn bed en ik laat jullie nu zien wat ik allemaal heb gekocht. Ik heb onder andere niet gekocht, maar heb ik deze trui dus binnengekregen van Mode Must-Haves. En ik heb ook een shirtje gekocht van Monica Geuze in samenwerking met LA Sisters. Dat is deze. Die heb ik binnengekregen en dan gaan we over op de Oriental. Ik heb, het was een aanbieding. 4 voor 4 voor 6, nee, ja, 4 voor €6 Arizona. Dus ik heb er 4 genomen. Deze, de Blueberry White Tea, die is echt mijn favoriet. Dan heb ik de Arizona Mucho Mango gekocht. De Arizona Cowboy Cocktail Watermelon, die ziet er zo uit. En de Mucho Mango ziet er zo uit. En de Blueberry Tea. Zo. Dan heb ik deze gekocht. De Arizona half-half. Dus half ijs en half limonade. En die ziet er zo uit. En als je bij de Oriental bent, kan je er nooit uitgaan zonder een stukje spekkoek. Ik heb deze spekkoek gehaald in de smaken. Banaan en die was €2,50. Dus dit is alles wat ik heb gekocht en mee heb gekregen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Zometeen komt Kiara slapen. Super vet. Omdat we morgen naar. Of jullie zien dat beeld hier nog in. Maar voor mij morgen, omdat we naar Be Brave gaan. Be Brave, sorry. In Rotterdam, de opening van Global Dance Center in Rotterdam. Dus dat ga ik doen. Ik ga proberen om met mijn spiegelreflex ook wat te filmen. En nu is het eigenlijk 6 uur. Ik ga even me omkleden, mijn laptop erbij pakken en wat vlogs kijken.
lekker in bed liggen, want ik ben echt dood en dood en dood op. Dan ga ik gewoon ondertussen deze drinken. En die Arizona flesjes, die zet ik eventjes ergens anders. Ook ergens in mijn kamer. Ik moet nog mijn kamer even een beetje opruimen, maar dat doe ik allemaal straks als ik klaar ben met vlogs kijken. En ondertussen eet ik mijn spekkoek op. Dus dan ga ik dit gewoon lekker drinken en eten. En dit waren al mijn geshopte items. Het is nu al een paar uur later en het is nu ongeveer 11 uur. Ik heb dus een serie gekeken. Kiara is er, maar die ga ik niet filmen, want ik, ja... Daar, die slaapt daar en het is echt één donker hol. Dus dat, je zag een beetje alleen een klein stukje, maar niet uit. Ondertussen ben ik wel weer 2 Arizona's verder van de 4. I like it. En ik moet zo meteen even mijn camera legen, want ik ga morgen foto's maken bij Be Brave. Dat was super leuk. En ik ben echt dol op deze trui. I love it. Hij zit super leuk. En rood staat me echt fucking goed. Oké. Okay. Nou, ik ga ook even nu mijn vlog al editen voor een deel hoe ver ik dat kan doen. Tot de beelden die jullie nu zien. Dus ja, dus ik ga niet meer lullen. Ik ga lekker slapen. Editen. En dan zie ik jullie morgen weer. Want morgen ga ik naar Be Brave. Als afsluiting van vakantie. Kijk mijn vuist. Oh, jullie zien het ook echt in de raam. In het raam, zeg maar, hoe ik vlog. Dus dat wordt super leuk. Oh my god. Ja, dus tot morgen. Goedemorgen, het is vandaag zondag. En vandaag gaan wij naar Be Brave. Kiara is zich nu aan het opmaken. En ondertussen zijn we een beetje in de stemming aan het komen. Met op Spotify muziek luisteren van Be Brave. Be Brave. Oh, leuke naam. Be Brave. Oké, dus dat gaan we doen. En daarna gaan we morgen Rotterdam voor mij heen, weet ik niet. We moeten even kijken, want het is 3:30 afgelopen. En om gelijk naar huis te gaan, had ik niks. Jamie gaat wel gelijk door, omdat ze nog een iets heeft of zo, weet ik niet. Dus, maar, ik heb volgens mij heb ik verkeerd... Wacht, ik doe even zo. Volgens mij heb ik verkeerd geslapen, want ik heb echt pijn in mijn nek. Want ik sliep zeg maar hier. Oh, even zo. Want ik sliep zeg maar hier. Maar dat werkte dus niet. Dus ja. Even overpakken. Want het doet af en toe wel pijn. Dus we gaan even. Ik laat jullie zien wat we nu aan het doen zijn. Op Spotify Be Brave luisteren. En Kiara is hier. De make-upie aan het doen. Yeah. Oké, dit is mijn outfit voor vandaag. Ik draag dit blouseje van Cool Cat. Mijn Monica Geuze shirt, mijn broek en mijn mooie kerstsokken. Dus dit is mijn outfit voor vandaag. En ondertussen zit Kiara daar op de achtergrond. Ze heeft net haar haar gesteld, dus ze gaat zich zo meteen ook helemaal omkleden. En we moeten over ongeveer, wat zei? Een kwartiertje de deur. Nee, ongeveer 20. 51. Ik ga me nu omkleden. Oké, we moeten over 9 minuten de deur uit. Of nee, over ongeveer, het zal zijn, 20 minuutjes de deur uit. Dan zijn we gewoon lekker op tijd. Even mijn haar doen nog. En dan ga ik er vandoor. En ik neem mijn spiegelreflex. Neem ik mee. Dus ja, voor wat foto's. En mooie beelden. Dus ja, yeah. Dan kunnen jullie na... Niet na dit volgende shot, maar dat shot daarna van genieten. We zijn nu bij de opening van Global. En Jamira, stop! Dag Jamira. En ja, we staan nu bij Global. En al deze mensen hier staan hier. En wat staat er zo op Instagram? Weet ik niet. Dit komt in de vlog van morgen. Top! En ik heb koude vinger. Ik kan ook niet voelen. Ah, koud man, nee. Wat is er? Niks. Wat is er? Er is niks. Nee, daarom gaat ze stem. Boy.
Oké, okay, ja, ik krijg echt allemaal. Oké. Oké, doei. Tot zo. Oké, we zitten dus nu binnen. En ja, we moeten dus op de grond zitten. Ik heb nog nooit het optreden van Be Brave zo gehad, eigenlijk. Heb je ook zo'n optreden gehad? Zo? Kijk, ik zit voor haar. En daar zit Kiara. Ja, we hebben dus nog nooit een optreden gehad van Be Brave. En deze grond zit echt niet lekker. Ik weet niet of jullie mogen trouwens, maar door de harde muziek hier. Dus yeah, dit wordt leuk. Hallo, aangenaam, ik ben Kara. Zeg eens naam, bij de bar, dag bij mezelf, je bent fly. Misschien denk je, ik weet niet. Oh, mijn naam is Frasser, Assen. We hebben hier voor het gesloopt. Ja? Yeah. Kijk, ik ben met Beat Brave, dus zeg maar wie neemt wie mee. Of blijf ik chillen tot het laatste liedje van de DJ. Smeek aan deze beat is trouwens, haast zet op mijn vriend mee. Vraag niet, wat doe je hier, ik dacht, dit was nog in de UK. Dus we zijn. We zitten dus nu bij Fabiano en ik heb een carbonara, pasta en ik heb Fanta. En ondertussen ben ik hier met Jijke, zij, ik weet niet hoe jij heet, Naomi toch? En Kiara nog steeds, Mira is naar huis. En ik heb het al op. En Kiara heeft het al op, want die was dus weer. Die kon natuurlijk niet wachten. Nee, geintje, anders werd het koud en wij moesten super lang wachten.
Nee, je eten wordt koud. Ja, dus ik ga nu lekker eten en ik spreek jullie zo weer. Nou, ik heb dus ook nog 3 candy bars gekocht vandaag in de stad. Deze Boost en deze was 1,50 €. Toen heb ik nog een keer de Boost gehaald, want ja, deze repen die zijn super lekker. Want Marcia van Beauty Gloss heeft deze ook ooit gegeten en het was echt super lekker. En toen heb ik de M&M Chocolate Bar gekocht. En het was zeg maar voor 3, was normaal 4,50 €. En nu was het dan 2+1 gratis. Dus voor deze 3 repen heb ik uiteindelijk 3 euro moeten afrekenen. Nou, ik ben zo weer thuis. Ik ben weer thuis, dus het is nu 8:15. En ik ga niks meer boeiends doen. Ik sluit bij deze ook de week vlog af. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien wat ik allemaal heb gedaan deze week. En dan zie ik jullie volgende week maandag weer bij een nieuwe vlog. Met daarin onder andere mijn verjaardag. Ik ben namelijk, als jullie het zien, zondag jarig. Dus 1 dag voor de volgende week vlog online komt. Super bedankt voor het kijken en ik spreek jullie snel weer. Tot volgende week. Doei doei!